De scholen mogen weer open, vooral het middelbaar onderwijs. Ook de Velofine hier in Nunspeet is weer open gegaan. Hoe bevalt het eigenlijk? Ja, goed. We waren vanmorgen echt blij om elkaar zeg maar, weer helemaal in totaal te zien. De klassen zijn dus, zoals je hierachter zit, ook meteen weer vol. En ja, het lijkt een beetje weer op het normale schoolgaan. Dus nee, we waren echt blij. Ja. Het normale schoolgaan, dat verraadt ook misschien wel een beetje met de afstanden dat we misschien wel een beetje vergeten. Ja, dat zouden we kunnen denken. Alleen ja, zoals u hier ook ziet, we houden ons gewoon echt aan de regels. En docenten zijn echt op 1,5 meter afstand. Maar ja, zij hoeven niet meer op 1,5 meter afstand. En dat maakt het voor hen ja, vele malen leuker om weer bij elkaar in de klas te zitten. En ja, les te krijgen weer. Ja. Hebben jullie nog speciale maatregelen met zelftesten of andere maatregelen hier op school? We hebben natuurlijk die zelftesten hebben we uitgedeeld vandaag. We hebben er 4 meegegeven, want het is iedere week 2 testen. En het is de vraag, dat hadden we net ook al een beetje van, gaan leerlingen zichzelf nu laten testen? Het is vrijwillig, dus niet verplicht. We hebben het wel gecommuniceerd met ouders, dat prettig zou zijn. Maar ja, er zijn ook een aantal leerlingen die zeggen, nee, ik ga het niet doen. En er zijn leerlingen die zeggen, ja, ik ga het wel doen. Dus ja, het is geheel en al vrijblijvend. Maar je laat je wel testen door de testen die de school beschikbaar zijn gesteld? Nee, want het is niet verplicht. Dus ik ga het ook niet doen. Ja, en hoe blij zijn de leerlingen? Ja, ik vind het wel leuk, want het is wel wennen. Om weer naar school te gaan. En wat is dan het meeste wennen? Dat je weer langer lesuren hebt. Zelf testen, allemaal regels, 1,5 meter afstand. Maar ja, je ontmoet elkaar ook weer. Is dat leuk om te zien? Ja, ik vind het wel leuk om gewoon iedereen met vriendinnen zo weer te zien. En gewoon weer pauze met elkaar te hebben en zo. Hoe leuk is het voor jullie en hoe blij zijn jullie? Ja, wij zijn wel heel blij. Ja, we hebben ze echt, nou ja, het gewone hebben we gemist. Natuurlijk, 's morgens trokken we al met de onderbouw op, 's middags met de bovenbouw. Maar nu iedereen weer en zo meteen kan je het ook zien. De aula is weer gewoon de gezellige aula met de tafels en de stoeltjes. En ja, gezelligheid. Dus ja, top. We zijn er heel blij mee. Ja.